Goedemorgen. Ik zit even mijn krantje te lezen. En over die Gijs van Dom met die Bront Koortsius, die verkrachtingszaak. Ik ken hem met mijn pet niet bij, hoor. Die van Dom, die zegt dat het niet waar is. En die Bront zegt dat hij verkracht is. Hij was, ze waren toen 24 en 25 jaar, dus eigenlijk twee volwassen kerels. Na 15 jaar komt de flikker met zijn vrouw. Van hebben verkracht. Nou ja, kijk, als een vent. Als je twee volwassen kerels bent en hij roept die een op zijn kamer. En dan komen slappe tieners uit zijn broek binnen. En hij zegt, I love you so much, I love you so much. Dan ga je er lekker weg. Dus joh, pleur op alsjeblieft. Maar niet als die eerst even anderhalf uur in je aanbij hebt leggen likken of hebt leggen gebruiken. En dan zeg je, kanker tot een anderhalf uur. Kijk, ja, dan zeggen ze 15 jaar, ik ben verkracht. Nee, die heeft geen zaak, joh. Ik begrijp het niet. En dan zo op tv. Kijk, ga dan een dag erna, als je niet de fysieke kracht hebt om twee klappen te geven, naar de politie en doe aangifte. Niet na 15 jaar op tv zeggen van, heb hem maar aan bij leggen likken. Pleur op. Ik ken het niet meer. Ik zie wel dat er binnenkom. En hij zegt tegen mijn, slappe tieners uit zijn broek. En hij zegt, I love you so much, joh. Dan ga je ook twee kankers op, of niet? Wat een mogolen, zeg. Nee, dan ga je na 15 jaar, dan zie je ze van me too. Hekje me too. Dan gaan ze ineens allemaal zeggen, ja, maar heb ook al mijn flikker gezeten. Kijk, je moet van elkaar opblijven, ten alle tijde. En als je een keer een leuk vrouwtje ziet, ik, nou, dan zou ik wel eens een keer wat mee willen. En je vraagt het gewoon dan even uit eten, een hapje en een rankie. Maar je blijft van elkaar af. Dat staat gewoon buiten kijf. Maar niet als je elkaar anderhalf uur blijft verampeneren, zeg, na 15 jaar hebben verkracht. Pleur op. En je ziet niks anders op tv, je hoort de hele dag nog. Tjoe, ik heb het weer gehad. Maar goed, ik ga maar kijken wat we weer vandaag krijgen.